Wat vind jij ervan, Rinus? Is het een toppertje in aanleg of niet? Nicky Hofs? In aanleg wel, maar er moet nog veel een verbeteren, denk ik. En als die jongen een goede instelling heeft, dan, en hij heeft het talent wat hij heeft, kan dat natuurlijk een goede speler worden. Ja, maar is het het type voetballer dat Feyenoord op dit moment ontbeert? Of zoeken ze eigenlijk andere spelers, Lex? Nou... Oh, sorry. Ja, je mag het ook. Nee, ik denk dat. Maar het is al bekend dat het qua achthoede natuurlijk. Dat ze daar steeds op zoek zijn naar goede spelers. Vooral aan de linker- en de rechterkant verdedigend. Ja. Hofs is natuurlijk een speler die bij Vitesse nu eenmaal aan de buitenkant speelt. En dan de speelt nu Kastelen. Dus waar gaat hij spelen volgend jaar? Dat is de vraag, inderdaad. Voordat we daarover gaan praten, gaan we natuurlijk eerst kijken naar de loting van vandaag. Maar liefst 5 Nederlandse clubs die overwinteren. En de loting heeft als volgt dit opgeleverd. Voor de Champions League speelt PSV tegen AS Monaco. Ajax tegen Auxerre voor de UEFA Cup. Hetzelfde geldt voor de UEFA Cup. Alemannia Aachen tegen AZ. Sporting Portugal, voorheen Sporting Lissabon tegen Feyenoord. En Sportclub Heerenveen tegen Newcastle United. Nou, Johan, Alemannia Aachen tegen AZ? Ja, dat is voor Kool geen probleem, lijkt me. Geen enkel probleem? Nee, dat is hartstikke leuk, Alemannia Aachen. Maar het blijft gewoon een tweede Bundesliga club. Daar moet je van winnen. Erik Meijer, hoe denk jij erover? Aanvoerder van Alemannia Aachen? Hallo Erik? Ja, ik zie het natuurlijk heel anders. Hoe zie jij het dan, Erik? Ik ben gewoon overtuigd dat wij gewoon een hele sterke ploeg zijn. En dat AZ niet zomaar eventjes over ons heen rolt. Jullie staan 4e in de tweede Bundesliga, heb ik gelezen. Ja, klopt. En in Griekenland van de week tegen AEK hebben jullie gewoon het klusje geklaard alsof het niks was. Ja, ik denk dat we gewoon heel overtuigend dat gedaan hebben. We zijn niet met een mazzeltje doorgekomen naar de volgende ronde. En als je bij de laatste 32 zit, dan zit je er ook verdiend. En ik las vandaag in het AD, jullie zijn volwassen geworden. Wat houdt dat precies in? Ja, dat we elke wedstrijd weer erbij leren. Het is voor Aken de eerste keer een Europese avontuur. En ja, we gaan gewoon elke wedstrijd vrij in. En we zien wel hoe ver we komen. En we komen maar steeds verder. Ja, maar Erik, AZ, het is op dit moment de topploeg in Nederland. Speelt iedereen van de mat? Ja, dat wil nog niet zeggen dat ze tegen een Duitse ploeg winnen. Oh, dat speelt ook mee, Duitse ploegen, met die mentaliteit en zo. Ja, zover als ik weet heeft Cor Adriaanse nog nooit tegen een Duitse ploeg gewonnen. Oh, dat zou ik even na moeten kijken. En wat is jouw rol erin? 35 jaar oud? Ja. Nog still going strong? Ja, er zijn alleen maar goede en slechte voetballers. Er zijn alleen maar... jong of oud, je bent een goede of een slechte voetballer. Maar niet uit hoe oud je bent. En je bent nog steeds een hele goede voetballer, maak ik daaruit op. Nou, ik doe mijn best. Ik doe mijn steentje de best. Dat doe ik al de hele tijd. Ja, Johan, je ziet hem hier. Ja, nee, maar die jongen heeft een geweldige staat van dienst. Die heeft met zijn kwaliteit de optimale rendement uit zijn carrière gehaald. Niets dan respect. Maar dat is wat anders dan eventjes met 10 andere tweede Bundesliga-spelers AZ van de mat tikken. Dat zie ik niet gebeuren. In Duitsland, in dat Tivoli heet dat, geloof ik. Nee, daar spelen ze niet. Oh, daar spelen ze niet. Maar nee. Daar is het heel moeilijk, hoor. Want dat publiek zit er bovenop. Dat is een heel naar stadion voor een uitpartij. Maar ik denk dat AZ gewoon kwalitatief superieur is. Ja, ik wil toch wel een waarschuwend woord even spreken nog. Want ze hebben de eerste wedstrijd in die pool hebben ze tegen Lille gespeeld. En Lille is nummer 2 in Frankrijk. En volgens mij hebben ze die wedstrijd gewonnen. 1-0. Ja, klopt dat, Erik? Ja, 1-0. Ik denk dat van Meijer. Doelpunt van Meijer zegt. Die zitten echte kenners aan tafel, Erik. Ja, voordat hij twee speelt, die bij ADO Den Haag. Laat hem nou uitkijken. De oudere wijze heer aan tafel heeft het goed gezien. Hey, en hoe heet dat stadion waar jullie nu spelen? Want Rine zegt dat jullie niet in Tivoli spelen. Nee, we mogen niet bij ons spelen. Dat stadion is niet veilig genoeg. Dus we wijken uit naar het stadion van FC Keulen. Wat helemaal ervoor geprepareerd is om voor het WK 2006. Klaar te zijn en ja, dan hopen we toch dat we tegen AZ een 30.000 man mogen ontvangen. 30.000 man? Ja, dat moet kunnen. Dat is een hele volksverhuizing vanuit Aken. We hebben elke wedstrijd een gemiddelde van 20.000 in de competitie. Dus dan moet het ook mogelijk zijn om de 30.000 in Keulen te krijgen. Ja, nou, jullie zijn tot veel stunts in staat geweest de laatste jaren. Ook tegen Bayern München, tegen Borussia Mönchengladbach voor de beker. Dus de volgende stunt lijkt nabij, of niet, als ik het zo hoor, als ik jou hoor? Wij zijn heel overtuigd van onszelf. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En, ja, zover als ik ook naar archieven kan kijken, hebben Nederlandse ploegen het vaak moeilijk tegen Duitse ploegen. Dus daar hou ik mij ook een klein beetje aan vast. Natuurlijk is het logisch dat wij tweede divisie spelen en AZ bovenin in de Nederlandse competitie. Maar we gaan ervoor en een Duitser geeft nooit op. Een Duitser geeft nooit op en een Limburger ook niet, hè? Nee, zeker niet. Ik zit er al bijna 10 jaar. En
Ik kan wel een beetje lezen en schrijven met de Duitsers, ja. Oké. Okay. Hartstikke bedankt dat jij van de telefoon kwam. Heel veel succes tegen AZ. Dankjewel. We gaan kijken of jouw vertrouwen uiteindelijk bewaarheid wordt, hè? Ja, dat wil ik wel zien. Oké, okay, bedankt. De groeten. Oké, okay, hoi. Dan Ajax tegen Auxerre. Ja, je schrikt ervan, dat is een vraag. Nee. Nou ja, ik denk dat Ajax een goede kans heeft om door te komen. Van de loting van de Nederlandse clubs hebben van de vijf hebben vier hebben minimaal een gelijkwaardige tegenstander geloten. Alleen van Heerenveen ziet het wat donkerder uit. Maar die andere vier hebben een kans. Ja, Ajax speelt trouwens van de week nog een oefende wedstrijd. Dat was een soort commerciële afspraak. Dat was tegen Barcelona. Dan moest eerst naar Barcelona gevlogen worden. Daarna naar Alicante en dan werd er in Elche een wedstrijd gespeeld. En het was een reis uiteindelijk van 6 uur. Al in de vroege ochtenduren kwamen beide trainers elkaar tegen. Het zijn het programma. Duitsland, Frankie Holmes. Zorg jullie dat we goed aankomen? Ja. Maar wij zijn goed bezig, Willem. De stress. Nee. Dat is goed, jongen. Volg je, hoor. Hey. Prima. De wedstrijd dus op de dinsdagavond, het vliegveld van Alicante. En daarna de wedstrijd gespeeld in Elche. En die wedstrijd werd met 2-1 gewonnen uiteindelijk door Barcelona. En Barcelona, Lex, ik weet niet of je het gezien hebt. Heb je het gezien van de week? Ja, die eerste goal was treffelijk uitgespeeld. Ja, die speelde Ajax van de mat, hè, de eerste helft. Ja. Nou, die goal, dan zie je hem dat van buiten naar binnen. En dan zie je Eto weglopen. Goal. Het is zo simpel, maar ja. Daar is hij ook van de Barcelona gehaald, denk ik. Ja, daarna krijgen we nog een wereldgoal van Eto. Dat hij me zo in één keer in, Jenst, in die bovenhoek. Maar, ja. Kijk, het zit er aardig in. Ja. Alleen Johan, is het verstandig om dat te doen nou in deze fase? Ja, dat is verstandig. Die clubs die moeten allemaal overleven. En die clubs die moeten hele hoge salarissen uitbetalen aan het eind van de maand. Dus in dat kader zal het best verstandig zijn. En ik vind niet dat dit soort duurbetaalde profs moeten zeuren dat ze 6 uur moeten reizen en zo. Als je in Amerika voetbalt, dan moet je voor iedere wedstrijd 6 uur vliegen en zo. Daar hoor ik nooit de speler klagen. Maar in Nederland vinden we dat beneden een heel end. En dat vind ik ten onrechte. Hier scoort Ajax tegen door een jonge speler, een Zweed Lindgren. Alleen dat reistijd kan dat Ajax opbreken dit weekend tegen Groningen. Is ook nog een lange reistijd natuurlijk, dus... Nou, ik denk het niet. Johan zegt, ik heb zelf in Amerika gespeeld. En als je van de oost naar west moest vliegen, dan was het 6 uur. We hebben een wedstrijd gespeeld tegen Edmonton. Dan vlogen we langer als naar Edmonton als naar Nederland toe. Dus, echt waar? Ja. Je gaat van Lauderdale ga je naar New York. En hoe speelde je dat? Zo'n wedstrijd, ging dat nog een beetje of niet? Ja. Hij was jonger nog. Ja, dat scheelt wel, ja. Nee, je misschien denkt dat hij nu nog speelt. En bij Edmonton was Hans Kraaij trainer. Ja, was Hans Kraaij trainer. Ja. Hoe was die uitslag? Wij wonnen daar bij Edmonton toen. Met 0-2 geloof ik of zo. En maar, toen weer dat vliegtuig in en werd ze weer lang terug. Ja, maar meestal werd het 2 of 3 wedstrijden achter elkaar geplakt. Hè, dus dan ging je on the road. Oké. Okay. Dat is gezellig, denk ik ook. Rinus, het feit dat Glasgow Rangers het weer niet heeft gehaald, verbaas je dat of niet? We zijn er gewoon weer uit, in de UEFA Cup zelfs. Ja, dat verbaast me wel, ja. Hoewel ze ook tegen AZ geen sterke indruk maakten. Nee. En ja, maar thuis, dan verwacht je toch dat ze iets meer kunnen brengen. Ja, wat is tegen Auxerre, de tegenstander van Ajax? Ja, ik weet alleen dat ze 2-0 verloren hebben. Ik heb er geen beelden van gezien. Ja, die komen hier voorbij, Kalou bij de doelpunten. Ja. Hoe sterk is Auxerre dan? Ja, maar je moet wel eventjes realiseren dat ze alleen Aberdeen en Hearts en Celtic als serieuze tegenstanders hebben. En voor de rest spelen ze daar tegen café-elftallen het hele jaar. En dat ook nog een paar keer. Hè? Ja. En die komen dus met dat zootje ongeregeld. Want het zijn allemaal spelers die voor veel geld gekocht zijn, die daar heel veel geld komen halen. Want als je echt sportieve aspiraties hebt, ga je niet naar Glasgow Rangers. Ruffel, die noemde jij, die is in de interesse van Glasgow. Die zit er serieus over na te denken. Ja, natuurlijk, want je kunt er geweldig verdienen. En de ambiance is geweldig. Maar de competitie is niet serieus te nemen. En daardoor komen ze in Europa en dan worden ze als altijd afgeslacht. Ja, dan Feyenoord, Sporting Lissabon. Wat denk je? Ja, dat wordt een hele lastige tegenstander voor Feyenoord. In Portugal. Ja. Ik kan de waarde niet zo inschatten hoe goed ze zijn op de ogenblik, Sporting Lissabon. Maar ja, het blijft toch altijd een aansprekende naam. Ja, het is niet meer wat het was, hè? Ook in nee, Portugal maar goed, niet meer. Het is vaak, de laatste jaar is het Porto. Benfica. En tussen die 2 of 3 gaat het eigenlijk. Heb je al gezegd, Newcastle United is de lastigste tegenstander. Heerenveen krijgt het moeilijk.
Heel moeilijk, omdat ik geloof 2 jaar geleden was NAC de tegenstander van Newcastle. Ja, die werden zoekgespeeld. Die werden daar ook weggespeeld. En ja, misschien dat Heerenveen wat meer tegenstand kan bieden. Ik hoop het in ieder geval, maar...